Sven Kramer wordt geroemd om zijn mentaliteit. Zijn eigen gereidheid en vastberadenheid worden bijna Amerikaans genoemd. Wat een behoorlijk Nederlandse manier is om te zeggen dat Kramer nogal een blaaskaak is. Toch liegen de cijfers niet. Kramer is meervoudig Olympisch kampioen, is recordhouder waar het gaat om het allrounden en werd talloos vaak eerste bij WK's afstanden op de 5 en 10 kilometer. Op basis van deze prestaties is Kramer een groot kampioen. Met zijn soms wat erg grote mond heeft hij alsnog recht van spreken. Hij stelt zichzelf doelen, spreekt ze uit en laat zich daar, niet in het minst door zichzelf, op afrekenen. Zijn drijfveer? Schaatslegende zijn. Een prachtig on-Nederlands streven dat hij volgens velen al heeft bereikt. Er zit echter één weeffout in Kramers ambitie. Hij denkt dat het aantal gewonnen gouden medailles de mate van zijn onsterfelijkheid bepaalt. En dat is maar gedeeltelijk waar, zeker in een kleine sport als schaatsen. De allergrootste sporters op deze aarde hebben altijd risico genomen. Kansen gegrepen in het besef dat het op dat moment alles of niets is. No guts, no glory. Door de 1500 meter in Sochi niet te schaatsen, pakt Kramer niet zo'n kans. Bang als hij is om 2 keer 4e of zelfs 2 keer 2e te worden. Niet snappend dat in het nemen van dat risico de ware legende schuilgaat. Kramer geeft door op safe te spelen te kennen van een typisch Nederlandse voorzichtigheid. Een mentaliteit waar Amerikanen hun neus voor ophalen. Omdat ze snappen dat je er prima een groot kampioen mee kunt worden, maar dat voor onsterfelijkheid wel wat meer wordt gevraagd.